Vandaag zijn wij op werk geweest met Dirk Booswijk, Tweede Kamerlid van het CDA. Ik vind het heel belangrijk dat Tweede Kamerleden ook in de provincie komen kijken. En dat wij hun de boodschap mee kunnen geven hoe wij hier tegen de zaken aankijken. We zijn eerst geweest naar Wapsen, waar wij te gast waren bij een schapenhouder die heel veel last heeft van wolven die aanvallen op zijn schapen uitvoert. Dat geeft heel veel frustratie en stress. En dat hebben wij even onder de aandacht gebracht bij Dirk. Het tweede werkbezoek ging naar de firma KSN in Wessen. Het is een technisch bedrijf dat een innovatief systeem bedacht heeft om storingen in elektriciteitsinstallaties te detecteren, zodat er minder branden en ook met name minder stalbranden komen. Want die kun je beter voorkomen dan genezen. Dat geeft veel frustratie bij de ondernemer en zijn gezin. En het geeft heel veel dierenleven. En dat is met een innovatief systeem tegenwoordig te voorkomen. We zijn verder bij de familie Kerkelen geweest in Koekangen, waar een systeem toegepast wordt om product toe te voegen aan de mest, zodat er minder uitstoot is van ammoniak en een veel betere benutting van de meststof in de grond en aan de plant. Zodat er minder kunstmest bestrooid wordt, net zoveel opbrengst is en minder stikstofdepositie is in de omgeving. Dit gebeurt met toevoeging van magnesiumoxide. En dat hebben we laten zien, want daarmee kan de depositie van de ammoniak met meer dan 50% worden teruggebracht. Innovatie is beter dan krimp van de veestapel.